Hi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik wil graag meteen even terugkomen op mijn dikke reet uit het ene laatste filmpje. Gelukkig waren veel mensen het hier niet mee eens. En zelfs mijn vader had hier wat over te vertellen. Nou Leonieke, vertel mij eens, hè, die vriend van jou die wat te vertellen had over jouw dikke reet, die zal ik eens even een flink pak voor zijn dikke reet geven. Nee, grapje, mijn vader heeft geen snor. Als ik weer modellenwerk wil gaan doen, moet er wel echt wat aan gebeuren. Dit lijkt echt niet meer op. En ook dit heeft weinig meer weg van. Wat? En dit is mijn favoriete spijkerbroek. Hey, hey, tjin, tjin. Werk aan de winkel dus. Eind van het jaar ben ik weer in shape. Jullie hebben me al zien hardlopen, maar wat jullie niet weten is dat ik gisteren na anderhalf jaar mijn boxhandschoenen weer uit de stof heb gehaald. Want er volgt een avondje flink doodgaan in de boxschool. Misschien dat ik jullie de volgende keer wel een beetje laat zien van hoe het er daar aan toe gaat. Willen jullie nog weten hoe het verder is gegaan met die tip die ik gekregen had van de week? Ik heb een castingfilmpje opgestuurd. Hier een klein fragmentje. Hi! Jullie zijn op zoek naar een stoere chick. Het lef, die houdt van een uitdaging en niet op haar mondje is gevallen. Stop met zoeken! Deze uitdaging pak ik graag met beide handen aan. Geef jullie me deze kans? Dan zie ik jullie snel. Nou, als dat ze niet overtuigd heeft, dan weet ik het ook niet meer. Als ik uitgenodigd word, hoor ik dat volgende week. Spannend! Nou, dat was hem alweer. Bedankt voor het kijken. En het weekend staat weer voor de deur. Ben je benieuwd wat ik dan ga beleven? Druk op abonneren. Tot dinsdag. Doei!